Het is niet wat gezellig, toch? Even kijken, iedereen de bingo-kaarten bij elkaar. Ik wil even uitleggen, het is een Rotterdamse bingo. Dat betekent dat we wat dingetjes gaan vragen. En dan komt daar een antwoord uit voort. En ja, dat is dan het cijfer wat het geval is. Doet hij het niet? Of de leeftijd door mij. Oh, je pen doet het niet. Ik bedoel... Ik was even net een bekende. Het is... Doet die pen erin? Ik doe het zo langzaam, je kan gewoon een pen lenen. Want geen kaartjes. Nou, kom even bij me, dan moet je mijn dingetjes tekort. Dat zeg ik anders nooit. Nu toevallig wel. Ik heb nog twee kaarten voor je. Kijk eens even. Nee, ja, nou ja, dan heb je er eentje. Voor de chef of zo. Ik heb alleen geen pen. Even kijken, hoe oud ben je geworden? Ik ben 65, hè? 65. Oké, okay, het eerste is 65. Ik ga gelijk afschrijven, dat is wel handig. 65. Sortering. Het gaat nou zakjes regenen. Dat is... dat is trouwens wel heel Rotterdams, hè? Als er iets is, dan gooi je er altijd een longziekte voor. Dat is opgevallen, dat is altijd de tering, de pleuris of zoiets dergelijks. Dat je 65 aankruist. Oh, dat vind ik wel een goeie. Zullen we een rijtje maken? Ja. Als je het onderste, het bovenste of een van de zijkanten, dus het buitenste rijtje, als je dat hebt, heb je voor de eerste keer op bingo. Dus van boven, van onder, van links of van rechts, maakt niet uit. Lekker, die is dan nog goed. Ik vind alles lekker. Jij vindt alles lekker. Boven, onder. Ja. Dat had mijn ex ook, maar dat ook met de rest van de straat. Dat was wel even jammer. Ja. Even kijken. Zullen we één doen? Ja, vind één. We willen een hele mooie. Eén. We hebben nu dus 65 en 1. Je moet het zelf nakijken. Het doosje zie je daar ook. Dat is wel heel fijn. En wat heb je nodig? Alles. Dat is echt mooi, hè? Bij een vrouw krijg je altijd alles of meer. Bij een man doet gewoon 14. Bij jou, dan ben je daar aan toe. Dus het is 14 geworden. 14. Wow, wacht even. Oh, lekker. Ah, bingo, daar zo. Nou, ik zou zeggen, kom er maar naartoe. Oh, die jongste van het hele seniorenflat, die heeft een bingo. Kom maar onder, schat. Wie had de bingo dan? Ja, goede bingo. Ik heb het al gezien. Nou, vast. Wat wil je? Een fles drank? Nou, wat wil je dan, lieve? Wil je niks? Nou, dat wil je nog wel af, hoor, meisje. Zeg je bingo, dan moet je zelf komen natuurlijk, hè. Wat wil je hebben? Ik heb een fles drank, ik heb Rotterdamse sokken, ik heb een natte theedoek. Zij wil sokken, ben jij dat dan? Ja, de sokken. Kijk, mag ze zo brengen bij je? Vind je dat goed? Ja, vertrouw me, ik ben er hier. Even kijken hoor, wat hebben we, die mevrouw met dat rode jas, die heeft niks hè. Wat hebben we daar nog verder? Wat in dat hoekje, wat hebben ze daar nodig? Of met die gele zonnebril kan wij spelen? 30. We gaan trouwens nu door voor de volle kaart. 30. En ik zal wat sneller gaan praten. We gaan het rijtje af. Ik begin bij Miss Penis. Wat heb je nodig? 8. We hebben allemaal 8. Oh, ik zie wat Tenga Ladies hier zo al samentrekken hoor. Het wordt spannend hier zo. Die mevrouw daarnaast? 2. Nummer 2. Weet je het zeker? Ja. Nou, nummer 2 dan, nummer 2. Ja, even met dat, ja, jij dan daar zo. Je kijkt me zo lief aan, wat heb je nodig? 15. 15. Ja, als de vrouw hier zo aan kijken, dan moet je vragen wat ze willen. Dat is 15. 15. Dan is die dame daarnaast. Je had al een beurt gehad, maar twee keer kan geen kwaad, hè? 24. Ik weet niet of je het overleeft, 24, maar ik gun het je van harte, want het is helemaal mooi. Die dame daarnaast. 5. 5. Hadden we die niet al gehad? Nee, mooi, dan hebben we nu 5, dan weten we het zeker. 12. En weet je wat het mooie is? Het wordt steeds spannender, want we gaan het rijtje af, dus het wordt vanzelf, gaat die een keer vallen. Daar zou ik mevrouw. Wat zegt u? 16. 16. Ja. 16. Jullie blijven allemaal een beetje laag, hè? 16 daar zo. En dan hebben we daar zo die man met die baard, wat heeft hij nodig? 7. 7. Hij wist dat hij aan de beurt kwam, hè? 7. Nou, mis in blauw, wat heb je nodig? Nou, mag je... Ja, doe maar 11. Doe maar 11, het gekke getal. 11 hebben we hier zo. Wat de tering. Altijd in dezelfde hoek, hè? Een volle kaart? Oh, een rijtje. Nee, volle kaart. Hebben we een rijtje over gehad? Foute bingo. Foute bingo, niet gezien in elke bolle, dat is duidelijk. Ik weet wie het is. Jij blijft nog maar even zitten, dan kom je zo halen. Dus, Dat wordt me zo een beetje logeren. Oh, ze kijkt helemaal gelukkig ook. Je mag een nummertje uitzoeken hoor. 69 wordt hier geroepen. Dat is, ja, 69, laten we dat nog maar doen. 69. Heeft iemand wat nodig in de 70? Ja. Hoeveel? 71 doen we als eerste dan. 71. 73. 53. Hoeveel tijd heb ik nog? Het moet vol zijn. Wat zei je? 35. 37.
37, ik kan het nooit zo'n vrouwen naar me zien lachen, zeg. Alsof ik Brad Pitt ben, zie je zo. 36. 56. 19. Het is wat ik roep, hè? Niet op de rest, hè. 19. 43. 22. Geboortejaartje 63. 16. Bingo, echt waar! Dames en heren, Miss Penis! Jawel! Oh, geweldig! Ik was al blij dat ik een keer met je naraking kon komen. Ik heb hier iemand zijn natte. Nou, ik leg hem even neer. Even kijken, want ik ga hem wel controleren. Want hij heeft alles opgeschreven. Dus, wat ik 15, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Valse bingo! Nee hoor, lieverd, je hebt ook een prijs gewonnen. We gaan zo eventjes over. Ik kom zo met je langs en dan krijg je de prijs kun je dan winnen. En dan kom ik, dan mag je uitkiezen. Even kijken hoor, we hadden Rotterdammers. Ja, even, ja, Miss Bingo, even een applausje natuurlijk. Ja, kan nog eventjes, ja. Even kijken, we gaan nog even kijken. Het zonnetje is er weer, dus als je wil kan je hier aanschuiven. Als je heupen naartoe laat, kom lekker hier naartoe, joh. Ja, je gaat niet zitten op zo'n dat ding, dat is waar, nee, dat is... Het niveau gaat omhoog, Wally. Je kan dadelijk andere liedjes inzetten, dat is duidelijk. Dat is wel prettig. Dames die willen blijven zitten, je mag er ook blijven zitten, je mag er ook naartoe gaan. Zullen we nog een klein quizje doen met hoedje op hoedje af met Rotterdamse dingen? Ja, doen we heel even. Doe even Monopoly nou. We doen een hele simpele quiz. Als je hier naartoe wil komen is het helemaal goed. Het is hoedje op, hoedje af. Zo simpel is het. We hebben allemaal geen hoedje bij ons, dus we doen het dan zo. Hoedje op of hoedje af. Dan doe je hand op je borst. Hoedje op, hoedje af. En ook daar hebben we weer een prijsje voor. Het is wel zo, moet je zelf even in de gaten houden. Als je af bent, mag je niet meer meedoen. Dus het is heel simpel. Het is gewoon een afvalrace. Oh, lekker man. Jullie komen allemaal de zon erin. Heerlijk. Beter, hè zo. Is het goed, zet. Ja, dat viel me. Even kijken, er zit wel een verschil qua leeftijd hier. Hè? Ja. Dat gaat er niet aan 3-4 zo af toen je daar tussen zit. Ja, nee, ik heb geen 3-4 jaar hoor. Ja, ik sta bekend om de slijmerij, dat is duidelijk. Hoedje op, hoedje af. Het is heel simpel. Ik stel een vraag en dan zeg je hoedje op is zo, hoedje af, doe je hand op je borst. En als je af bent, mag je niet meer meedoen. Het is een afvalrace. Ik zal de eerste vraag even makkelijk doen. Wie is een geboren Rotterdammer? Is dat Pietje Bel? Dan doe je zo. En denk je, het is Kruimeltje, dan leg je hem op je borst. Dus Pietje Bel is hoedje op, Kruimeltje is hoedje af. Even kijken. Je moet wel stemmen, hè? Want anders mag je niet meer meedoen. Dit is Kruimeltje. Je mag gokken, hoor. Je mag gokken. Dit is de eerste, hè? Dit is een indraaironde. Nou, jullie hadden het allemaal fout, want ze zijn allemaal verzonnen. Zowel Kruimeltje als Pietje Bel, die hebben nooit bestaan. Dus, maar het is maar zo even makkelijk dat je wist waar je borst of je hoofd zat. Zijn jullie dat in ieder geval uitgeprobeerd? Ik wil hier een foto van maken. Ja, is geweldig. Allemaal malle Pietje. Maar hier hebben we allemaal gelijk. Allemaal dus iedereen doorgaat. Nu wordt het wat moeilijker. Capri, kennen jullie? IJsselon? 1957 zit hij al in de Karel Doormanstraat. Nu gaat hij gewoon het hele jaar door. Maar goed, dat is geen koffie waar je zit te blowen daar zo, maar koffie. Of was het een bondzaak? En dan doe je hand op je borst. Dus een bondzaak. Ze verkochten de bond. Dan wordt het gokken, hè? Dan is het gokken. Dus dit is een koffie en dit is een bondzaak. Ik zie 1, 2, 2 bondzaken. De rest, oh, 3 bondzaken en de rest is allemaal bond. Oh, ik zie ineens nog een bondzaak daar zo. Wat is het geworden? Ze twijfelt, hè? Keuzes maken in het leven, mevrouw Penis. We moeten wel keuzes maken. Nou, in ieder geval, de mensen die zo zaten, die hebben het goed. Want het was een bondzaak. Dat is echt waar. Dat is heel, heel tegenstrijdig. Daar houden we er nog maar 3 of 4 over. Even kijken. Wat bedoelt een Rotterdammer, voor de mensen die over zijn gebleven, wat bedoelt een Rotterdammer als je zegt, hij heeft een tuintje op zijn buik? Ja. Hij heeft een tuintje op zijn buik. Is hij dan, hoedje op, begraven? Ja. Of hij werkt bij de plantsoenendienst. Alleen de mensen die nog niet af waren, hè? Of die af waren, die die mogen meedoen. Tuintje op zijn buik. Tuintje op zijn buik, ja. Even kijken, dus dit is tuintje, ja, allemaal goed hè, dan ben je dood. Ja. Afgelopen hè. Nou, je bent dood en begraven. Die volgorde hou ik heel vaak aan. Eerst dood, dan begraven. Dat is heel sympathiek. Dus, nee, ik weet met mijn tweede ex, de koek niet helemaal wachten. En,
Ja, je bent nog een week extra bezig hoor, dat is even Albert Heijn. Maar dan komen ze van de ambulance dienst bij je langs en dan zeggen ze, vier ambulance, kijk, ik heb hier een bakje aangereden hond. Dat betekent, uw hond is aangereden. Dus het is of filet americain, of het is een hondje... Even kijken hoor. Ik heb wel het idee dat er nog steeds mensen mee blijven doen die al lang afvallen. Ja, maar dat houdt Chris wat lang, zeg maar eventjes. Het is inderdaad, wie heeft het dan op zijn borst? Niemand, hè? Nee, nou, wat, dat is het ook niet. Dit is iets filet americain. Ga maar eens een keer kijken. Als je van de week met de Albert Heijn loopt of de Bas van de Heijden, moet je naar zo'n bakje kijken van filet. Ziet er niet uit. Ja, dat is echt ook je hondendunk gereden. Dat is wel... 1967, wie was er niet bij? Daar zo, maar wij allemaal wel. 1967 was op de Hippie Happy Beurs. Was iemand die kwam er optreden en dat was Jimi Hendrix. De enige optreden wat hij ooit gedaan heeft op de Hippie Happy Beurs. Maar die Hippie Happy Beurs, was die in het Kralingse Bos, hoedje op, of was die in Ahoy, hoedje af? Dus was dat in het Kralingse Bos, of was dat in Ahoy? Ahoy is dit, hè? En dit is het Kralingse Bos. Die bestond nog niet. Die bestond nog niet. Nee. Ja, u hebt gelijk mevrouw, het was de oude Ahoy bij Pompenburg. Dat was de eerste, dat was de nood... Nee. Maar aangezien iedereen het afvalt, maakt het ook geen ruk uit, dus gaan we gewoon door. Oké, als laatste en daarna dan gaan we weer zingen, denk ik zo'n beetje. Ik weet niet of de tijd dat wel is. Ik blijf door, lullen, joh. Hij praat door zijn neus om zijn gebit te sparen. Ben je dan A, ben je gierig, moet je op. Of heb je net de kunst gebeurd en de grootste niet gedaan? Hier zo. Daar wordt gierig gedaan, wordt die mevrouw met de kunst. Ja, u had een kunst gebeurd, maar u twijfelde aan hem, hè? Dus, nee, ja, we hebben nog 4-5 doorgangers en dat is inderdaad dat je zuinig bent. Je hebt er wel meer, hè? Hij zit in de tuin te blaffen om hond uit te sparen. Dat soort uitdrukkingen heb je dan altijd. Vond de honger geen ontlasting. Oh, het daalde. Ja, die is makkelijk, weet iedereen, hè? 1,50 gelijk voor zeggen, hoef ik de vraag niet meer te stellen, dat is wel handig. En het scheelt heel weinig hoor. Café Timmer, als je denkt dat Café Timmer het oudste café van Rotterdam is, dan doe je zo. En denk je dat mijn lief Bende een oude kroeg is, dan doe je de hand op je borst. Dus dit is Timmer en dit is mijn lief Bende. Ik zie allemaal mijn lief Benders. En daar is Timmer. Ja, helaas, het is wel mijn lief Bende. Het scheelt met 30 jaar, dat is echt waar. Het scheelt met 30 jaar. Nou, we gaan nu afval. Wie doen er nog mee? Wie zit er nog eerlijk in de race? Dat zijn er een paar. Oké, doen we de laatste vraag. Dat is een afvalrace. We hebben tegenwoordig heel veel brouwerijen in Rotterdam. Heel veel brouwerijen. Bierbrouwerijen heb ik het dan met name over. En we hebben natuurlijk ook dan de oudste brouwerij in Rotterdam. En dat is De Pelgrim. De Pelgrim. Kennen jullie allemaal? Delfshaven. Geweldig verschillende soorten bier. Oudste brouwerij van Rotterdam. We gaan nu gokken. We hebben 4 mensen over, geloof ik. Alle 4 mogen ze een jaartal noemen wanneer ze denken dat het ongeveer zijn begonnen met brouwen. Dus je mag ook zeggen hoe oud het is. Dus zeg maar 100 jaar. Dus je denkt het bestaat 100 jaar. Dan zeg je 100 jaar. Ik begin bij je mispennis. Dat is wel handig. Ik heb gelijk een nieuw bak. 106 jaar. Wat denkt u? 110. We hebben 106, 110. Hè? Het meerekenen. Geen idee. Ik ken ook een jaar toch? Je kent het niet, ja. 125, doe een gok, maakt niet uit wat. 100 jaar, dus 100, 125, 110. Heb je nog gewonnen ook? Want ze bestaan sinds 1996. Dus ze zijn helemaal niet zo oud. Alle bierbrouwerijen in Rotterdam die zijn vooral al veel later gekomen. Die we hadden, die zijn allemaal ondertussen alweer weggegaan. Dus dat hij daar zat op de avond vandaag dat ik... Dan is het toch fijn als je helemaal niks weet. Je kent toch winnen, hè? Gelukkig met de Tommy in dit geval. Ook u hebt gewonnen. Ik krijg zo meteen een prijsje. Heb je nog zin om een beetje in het zonnetje te zingen? Ja, dat vind ik ook wel, hè.